Yo guys, Glash hier met vandaag een nieuwe video. En vandaag gaan we verder met Half-Life. Vorige keer waren we hier in de koelingruimte gebleven. We gaan gewoon verder. Dus ja, let's go. Hoe moet die deur hier open? Zo, oké, nice. Het is hier best donker. Ik heb een flashlight. Oh. Mijn angle doet een beetje raar. Ah, en mijn armor gaat leeg, dus ik moet zeg maar niet te lang blijven in de koelingruimte. Auw. Ik moet er gewoon snel doorgaan. Auw. Voilà, auw. Oké. Dat was heel snel en een beetje rampage, maar hey, we zijn erdoor. Ik had het nog in de vorige aflevering gezegd, als je door een koelingruimte gaat, dat dat niet zo goed is voor je armor. Maar we zijn erdoor geraakt en... Oh. Alsjeblieft. Oh. Oké. Okay. I like this weapon. I like it. Yo. Die laat ik er gewoon. Die boeit me eigenlijk helemaal niks. Ah. I've got a message for you. Make sure you don't. Oh, Christ. Van waar kwam dat? Die werd gewoon neergeschoten. What the fuck? What the... Oké, wacht, dit werkt niet. Oh. What the fuck? Dat is bullshit. En je ziet ze ook amper. Yo. Surface access. Ah, ze zit achter mij aan. En ze zijn klein en what the fuck. Ah, what the fuck bedoel ik dus? Nou waar gaat... Oh fuck. Kan ik hierin? Ah! Oh my god. Oké, wacht. Ik weet wel hoe ik het ga doen. Oké, ik weet geen idee wat die dingen zijn, maar... Ik heb denk ik wel een oplossing. Oh Christ. Dit is de beste oplossing. En doe die fuck deur dicht. Oh. Die dingen zijn echt kut. Ik hoop niet dat die te veel in de game komen. Zijn er nog? Nee, denk ik ze allemaal wel heb gehad. Hoop ik. What the hell was dat? What the fuck? Waar een kleine mannetjes of zo? En de beste oplossing is er gewoon tegenschieten. Ah, hey. Doe die surface access open, want ik wil hier weg. Ik wil hier echt weg. Ah, hey. Oké. Okay. Oh. Dat klinkt niet goed. I see it. Oh, what the fuck was dat? Huh? We're taking this Freeman guy topside for questioning. What the hell for? We got him. Oh. Ik denk dat we gevangen zijn genomen. Ik had de flashlight moeten aanzetten. Oh. Oh, dat is een trash compactor. Oh. Oh. Zijn ze mij nu gewoon serieus in een trash compactor gestoken? Dat is niet. Wauw, dat doet mij denken aan Star Wars. Wauw. Kan ik hier niet in? Uh-oh. Ah, crowbar. Dankjewel. Oh, wauw, ik ben echt alles kwijt, of niet? Ja. Fuck, en ik heb ook amper armor en zo. Oh. Auw. Ik heb wel nog een flash, look. Flash. Ah, er was een trap, wauw. Oh. Guys?
En dan zit de race-doelverwerking of zoiets. Ah, hey. Hallo. Ik weet niet wat dit doet, flow control, maar... Hey. Auw. Major fracture detected. Auw. Ik kan een beetje health gebruiken. Ik heb toch nog de flashlight. Wow. Hallo. Nou, waar gaat hij? Hé, hey, blijf bij mij. Ah. Fuck. Ah. Voilà. Voilà. Ah, geef mij de held. Ik kan het echt gebruiken. Oh, Christ. Fuck. Ah. Oké, dat was dom. Ja, de radioactie. Ja, ah, fuck joh. Fuck, fuck, fuck. Ik hoop dat er nog een helding komt. Really? Hallo? Oké, dat was geluk. Ik maak mijn eigen geluk. Star, nee, nee. Ah, ik heb nog maar 38. Oh. Fuck off. Moet ik hier op de verkeerde buis staan? Is dat echt zo? Is de game zo typisch dat ik op de verkeerde... Sorry dat ik niet zoveel commentate, maar ik ben echt verbaasd eigenlijk wat er allemaal aan het gebeuren is, ja. Oh. Oh, wow. Nee. Ah, man. Ah, beter. Oh, dat is niet beter. Ah. Ah, ja. Fuck. Ja, maar fuck. Fuck, fuck, fuck. Zie je toevallig iets? Nee, ik ben dood. Yay. Oeh, ik ben dood. Yay. Fucked. Oh. Sorry, maar deze was even noodzakelijk. Oké, okay, ik weet dat het verspilling is, maar het boeit me niet zoveel. Eigenlijk wel. Alsjeblieft. Oké. Okay. Dat is slimmer geweest als ik vanaf hier al direct was, ja, maar ik had het niet gezien daarnet. Ja, ik moet terug naar boven. Ah, hier. Ah, wauw, nu ben ik terug hier. Hey. Oh, en ja. Wacht, maar naar waar gaat deze dan? Ah, wauw, dat ding hier in het begin. En nu moet ik terug hierop geraken. Ah, zo dus. Ah, wat is hier? Ah, dan kom ik hier beneden. What the fuck, dat is echt allemaal verbonden. Dat is echt... Dat killt mijn brein. Ah, doe me. Ik kom proberen. Ik wou op die rand gaan, maar... Oh, deze is echt heel kut. Ja, kijk. Oké. Nee, ja. Auw. Ah, fuck. Dankjewel. Oh, eindelijk. Ik dacht ik daar nooit voorbij ging geraken. Jesus Christ. En ik kan er niet zo super veel geld verloren erdoor. Dus het valt allemaal nog mee. Auw. Kijk, er gaat sowieso iets gebeuren. Ah, toch niet. Wauw. Dat is nieuw.
Ah, hier. Oh. Oké, dan. En dan moet ik terug hierin, ja. Oh. What the fuck is dit allemaal? Ah, wauw. Proper. Auw. Auw, oh, dat was vuur. Wauw. Ah. Oké. Ah, hallo. Oh, dat kan ik gebruiken. In deze Half-Life aflevering terecht heel veel beweging. Hé, hey, ik ga eens kijken naar waar dit gaat. Een deur. We gaan naar een andere deur. En wat is er achter die andere deur? Oké, achter die andere deur is er niks. Nou, ik kan er terug in. De bloem mis ik. Ah, oké, ja, deze kant. Maar die zwemt snel. Ja, misschien moet ik naar de andere kant gaan. Oeps. Oh. Oké. Ik vraag me, ze hebben mij gewoon in een trash compactor gestoken. Ik bedoel, what the fuck? Ik weet dat er trouwens een knop was, dat heb ik gezien. Ah, hier komt het uit, oké. Ik weet dat er een knop was. En die ga ik nu eens gebruiken. Ah, hier. Stop. Het helpt niet veel. Ik hou de middelste. Au. Of op. Au. Ga terug. Zo. Oh, beter. Oké. Okay. Die band is wel best wel grappig eigenlijk. Oh, nice. Oh. Oh. Au. What the fuck? Dat was niet de bedoeling, denk ik. De game is aan het buggen. Guys, die game is echt zat. Oh, laat het stoppen, alsjeblieft. Oké, okay. Het is gestopt. Oh no. Ja, nu zie ik wel niet naar waar ik moet. Dus hoe ik dit ga oplossen, dat weet ik niet. Maar ik ga het laten bij deze video. Dus vond deze leuk? Vast een blauw duimpje omhoog. Abonneer de volgende keer. En de volgende keer gaan we verder met Half-Life. En ik zeg ciao.